Zeer goede dag allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Simon de Remers. Jawel, dames en heren. Ik ga nu naar mijn wagen toe kijken als ik niet moet krabben. Ik hoop van niet. En dan rustig richting Globachem rijden. Joepie! En ik ben al de ganse tijd naar iets aan het zoeken. Maar ik vind het niet. Dat was eens naar een mesje toe. Omhoog van, ja, die hebben we nodig om de kartonnen dozen open te snijden. Maar ik heb wel een mesje, maar mijn favoriete mesje vind ik momenteel niet. Dan als ik thuis kom straks nog de afwas doen. Dat ga ik ook nog doen. Wat staat er dan nog op programma? Mijn haartjes, die gaan nog gedaan worden vandaag door mijn papa. Maar nu kijken wat mijn job, dus in Globachem, mij allemaal heeft te bieden voor qua werk. Dus ik hoop weer al dat ik een hele leuke werkdag tegemoet ga. Ik kijk er al naar uit voor een leuke dag van te maken. Dus we gaan er eens tegenaan. Goed? Allee, tot straks allemaal. Jojojo. Ja, jammer genoeg kan ik niet filmen. Zo mensen, ik ben nu terug naar mijn ouders aan het rijden. Ik ga dan mijn haren doen. En dan ga ik richting naar mijn thuisje toe, naar mijn appartementje, want daar is al iemand al aangekomen. Yeah. Het is ook frisjes buiten. Gaat die nou stoppen? Ja, die gaat nou stoppen. Pas. Ja, want ik zit al op de rotonde, hè mensen. Ik zit al op de rotonde. En dan willen ze soms nog eens voor jullie inschieten. En dat is niet de bedoeling, nee. Ja, manneke. Als ze kunnen, dan schieten ze wel echt even voor je. Allee, wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Dat is helpen intasten van de bussen. Dan ook eens de bussen ontstickerd, de dozen bestickerd, de bussen bestickerd. Wat gelachen. Dat moet er altijd zijn. Goeie sfeer. Goeie sfeer op een werkvloer. Waarom? Dan mag je ook meer productie. Als er geen goede sfeer is op een werkvloer, dan moet je eens zien hoe fel dat de productie dan omlaag gaat. Dat is werkelijkheid, bewezen. Dus als je goed voelt in je vel, dus natuurlijk ik nu, ik voel me heel goed in mijn vel, dan kan er meer productie neergezet worden. Als je slecht voelt, dan maak je minder productie. Mijn vrouw is goed bezig met de fiets en dan met een helmpje op. Oh, ik heb het koud. Het is nu 2,5 graad en het is 16:18, zie ik op mijn gsm. Ik ben niet aan mijn gsm gekomen, hè. Ik heb gewoon gekeken. En het is rood. Ik heb het echt koud, hè. Oh, zou ik nog eens douchen? Hekker douchen. Dat gaat me deugd doen, weet je dat? Een lekker, heerlijk, warm douche. Voilà, ik ben nu aan het draaien richting de expressweg op op de N80. Red light camera reported ahead. Keep your right foot in check. No cowboy stuff. Ja, ik heb altijd Waze openstaan.
gewoon om de meldingen. Ik ga ook even iets zeggen naar Google toe. Dus even geluid terugdempen. Als jullie ook zo'n Google Nest hebben of zo. Oké, vanaf nu. Hey Google. Lichten uit. Oké, 7 lampen uitdoen. Sorry, het lijkt erop dat 3 lampen nu niet beschikbaar zijn. Hey, nog een keer zoals afronden. Ik ga dat nog een keer doen. Hey Google. Lichten uit. Prima. 7 lampen uitdoen. Sorry, het lijkt erop dat 3 lampen nu niet beschikbaar zijn. 3 lampen nu niet beschikbaar, ja. Oké, dus dan gaan we dan zelfs moeten bezien. Nu ben ik een kabinetje voorbij zeker, want ik vind dat die redelijk traag rijdt. Waar ik in 90 mocht, was die gewoon 50 aan het rijden. Hoe bezig. Mannekes, wat ben ik toch ontzettend moe. En we hebben daar ook op het wijkvloer even gehad over vriendschap. Een vriendschap mis ik wel. Welke is dat? Dus kijk, als jullie het zelf kunnen raden. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, hebben jullie het in de 10 seconden geraden? Dat is nu zelfs al mee. Het is Doogie. Ja, Doogie. Ik weet niet als je af en toe kijkt naar mijn vlogs. Maar dan deze hier, die mist u wel ontzettend fel hoor. Qua vriendschap. Ik hoor u niet meer. Ik zie u ook niet meer op cam of zo. Ik vind het gewoon erg. Erg. Ik zie er klein beetje vanaf. Klein beetje veel, want ik zit er elke dag over te praten. Oh. En dan is de vraag nog, hoe kan ik Doogie ooit terugwinnen qua vriendschap? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, zoals dinsdags een vlogje maken is soms ook moeilijk, omhoog van ja, dat ik ook weer op werk. Dan moet ik ook nog content maken waar ik nu momenteel mee bezig ben. En dan regelmatig bevestigen dat daar nog altijd een wagen stilstaat, want wij vragen dat verwijderen of bevestigen. En dan klik ik gewoon op bevestigen. En als er nog niks bijvoorbeeld op mij staat, bijvoorbeeld hier staat nu dan een wagen aan de kant, ja, dan geef ik dat ook aan op Waze. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Of zo. Dus even kijken, want ik wil jullie ook het resultaat laten zien van mijn haar.
Jawel, dames en heren. Jawel, die worden nu zelfs ook geknipt door mijn papa. Dankjewel, papa, voor dat te doen. Je maakt er altijd tijd voor vrij. Want ik heb gezegd van, kijk, kunnen we morgen mijn haar doen? En dan heeft hij gezegd van, ja, oké, dat is goed. We kunnen dan morgen mijn haar doen. Dus morgen, dus vandaag. En voor jullie is dat gisteren. Ja. Ik zit nu te vloggen op dinsdag, dat jullie dat ook weten. Dus dat jullie ook even aan zo erbij zijn van, op welke dag zitten we nu van de vlogs? Ah wel, we zitten op dinsdags. Dat ik nu aan het filmen ben. En woensdags komt het dan online. Dus jullie, voor jullie is dat vandaag. Om, ik probeer altijd om 19 uur mijn vlog online te krijgen. En dan... vlogs zeg ik altijd s'avonds. S'avonds, voordat ik ga slapen. Dat is mijn, eigenlijk mijn allerlaatste taak van de dag. Als ik dat niet heb gedaan, ja, dan vind ik van, oei, ik ben iets vergeten. Ja, zo voelt het momenteel al aan. Dat is al wel van dat ik ook al nu toch redelijk lang al in mijn leven de camera gericht heb op mij. Ja, moet ik toch wel content maken en het in elkaar ondersteken en noem maar op. Allee mensen, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 zo yo. Mensen, wat vinden jullie van mijn haar? Het is nu gedaan en nu is mijn volgende pitstop in mijn appartement thuis. Daar ga ik nu een heerlijke douche nemen. En dan, jawel, dus spinaziepuree met chipilata en appelmoes ga ik dan daarna eten. En dan eet ik samen met mijn lekkere, heerlijke vriendinneke. Oeh, yeah. Ik ben terug trots. Jawel, ik ben terug trots. Dat ik toch richting mijn eigen oude psycho terug aan het vinden ben. Daar ben ik wel blij om. Want op het werk hebben ze ook al gezegd, je bent veel rustiger geworden dan vroeger. Heel vroeger. Sarah, hoe is mijn haar gedaan? Wat vinden jullie ervan? Toch goed, hè? Ja. Dus. Dus. Nu eerst nog douchen. Dan eten. Dan zal het wel al richting familie zijn. Want de tijd vliegt, hè. Ik geef dat eerlijk toe, hè. De tijd vliegt, hè. Gebruik hem wel, hè. Dank u. Mijn man, hier staat veel volk. Oho. Alken, doe iets aan die verkeerslichten, want het wordt drukker en drukker en drukker aan die verkeerslichten aan Van de Brouwerij in Alken. Want ze staan wel echt heinig ver aan te schuiven. Regelmatig toch? Ik geef dat eerlijk toe, hè. Regelmatig. Waarom zeg je dat ook zo vaak, mensen? Ik geef het eerlijk toe. Waar heb ik toch met dat woord? Of met dat zinnetje? Ik geef het eerlijk toe. Ik ga jullie nu laten. Ik kom nu zo stukjes af aan thuis aan. Dan samen met mijn vriendje. Vriendinneke. Dus lekker naar familie kijken enzovoort. Ah.
En de mensen van Begonialaan. De stoep. Dus ik ga jullie het laten zien. De stoep. Is geen parkeerplaats, hè? Nee, want je belemmert de voetgangers. Ik doe het expres niet met de nummerplaat filmen, maar het moet niet. Dus ginder, heel van achter, daar staan ook auto's, maar die staan allemaal op het grasgedeelte. Hoe het ook moet, dat is top. Ik ga jullie nu laten. Even kijken wie. Als je. Nee. Niemand van ons. Dus ik ga jullie laten. Vergeet, ik ga hier ook al de vlog mee beëindigen. Ik hoop dat jullie echt hebben genoten van deze vlog. Mijn stem, amai. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn buiten te drukken. Dan blijven jullie al te horen wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo.